Vakantieboeken, de musical. Tijd om je vakantie te boeken. Want zo vlak na Sinterklaas, kerst en nieuwjaar heb je wel zin om 1000 kilometer van je familie te zitten. Maar ben jij van de doe-vakantie of van de ik-doe-geen-ene-flikker-vakantie? Doe-vakantiemensen maken het liefste op sandalen een pelgrimstocht langs alle historische hurktoiletten. Oh ja, van die mensen die denken dat deodorant een stad in Frankrijk is. Van die mensen die geen wifi willen op vakantie, want moeder natuur is al draadloos. Want ik ga trekken! Ik doe een wandeling en nog een berg. Ik ga een kleuster in, jezelf ontdekken. Ik leg mijn voet in mijn nek, ja ik ga trekken. Ik mediteer me gek. De andere groep zijn de all-inclusive gangers. En daar is het na aankomst meteen shirts uit, bandje om en gaan liggen zitten te kijken hoe mooi dat de zon ondergaat achter het onbeperkt buffet. Van die mensen die wel een wekkertje zetten op vakantie om alvast een handdoekje neer te leggen bij het zwembad. Gaat die soort niet uit? Zelf ik zit. Geen seconde kom ik mijn stoel en zwembad uit. Mijn nummer Jietse. Gaat die soort niet uit? Geen seconde. Ik blijf hier bij het zwemparadijs. Ik geniet de mensen. En ik ga niet van mijn plek. Want voor je het weet, is mijn plek kwijt. Nee, Pedro, opgestaan ons, plaatsvergaan ons. Eén ding hebben ze gemeen. Als het even kan, moet alles in een piepklein rolkoffertje passen. Want je gaat natuurlijk niet bij zitten te lopen te betalen om je bagage in te mogen te lopen te checken te doen. Handbagage. Wat is de limitage? Hoeveel weegt dit kaasje? Kan in de handbagage. Eén soort reis is al jaren het populairst. En dat is natuurlijk de bodemprijs. Vakantie is leuk, maar het mag niet te veel kosten. Hoe eerder je boekt, hoe minder je betaalt. En hoe langer je voorpret hebt. Voorpret is belangrijk, hè, mensen. Want de vakantie zelf valt toch altijd een beetje tegen. Ah, voorpret. Ik heb er nu al zin in. Hollander, wat boek je vroeg? Is 6 maanden wel genoeg? Nee. 6 maanden is niet vroeg genoeg, omdat het anders duurder, ja vast een tientje duurder, omdat het dan een euro duurder wordt. Vakantieboeken, de musical. Ik heb het hele buffet al op mijn tafel gezet. Jongens, dankjewel, tot de volgende week. Q-musicals terugluisteren. Gefopt, Roet was verstopt. We hadden er software ingestopt. Dus had de uitlaat een uitknop. Breng hem maar terug naar ons. Niet goed voor je dat vlees. Al dat vlees of merg. Ga naar Q-music.nl. Q-music. You make us Q.